Hallo en welkom weer bij Vinoniek. We gaan het hebben over de kerst en vooral over kerstcadeautjes. Ik heb 3 hele leuke wijntips. Kijk mee. Nou, wat zijn dan die cadeautips? Nou, dit is de eerste, maar die kennen jullie al. Ook al van vorig jaar. Dat is de Coravin. En wat is nou zo tof aan Coravin? Je kan hiermee een wijn proeven zonder de kurk eruit te halen. Nu zijn er 2 nieuwe gadgets voor de Coravin. Dit is het en het heet de aerator. En het is een soort verstuiver die je, als ik het goed heb, hierop kan zetten. En dan spuit je dus als ware een soort douche van de wijn in plaats van, kijk eens, als een douche schenk je hem in. Hier komt veel meer fruit vrij, veel meer rijkdom. Poeh, dit is gelijk heel veel kersenfruit ten opzichte van iets wat nog vrij gesloten is. Nou ja, het heet dus de aerator. Het is niks meer dan van de bovenkant van je Coravin een soort douchekop maken. En dit kan je natuurlijk als heel leuk cadeau geven voor iemand die al een Coravin heeft. Dan is er ook een tweede gadget. En dat is de screwcap. Wat kan je hiermee? Je kan hiermee flessen die dus onder een schroeftop zitten, die kun je dus ook op de manier van de Coravin gaan behandelen. Je kan normaal gesproken natuurlijk niet zo'n naald door zo'n schroefdop heen rammen. Maar als je nou de schroefdop vervangt voor een dopje waar dat wel kan, zoals deze, dan kan het wel. Er zit een membraan aan de bovenkant van die dop die net zo werkt als een kurk. Wat je doet is de schroefdop eraf halen, deze erop. Nou, kijken hoe dat gaat zijn met een Coravin. Je draait dus zo snel mogelijk die Coravin dop erop. Zo. Nou, eigenlijk heeft er geen extra beluchting of nauwelijks plaatsgevonden. Je zet gewoon je Coravin erop. Je duwt je naald er doorheen. Je geeft hier een beetje gasdruk en boem. Op deze manier kan je dus zelfs je schroefdopflessen een glas van drinken zonder dat je de fles hoeft op te drinken. Kijk. En hij blijft goed. Hij is afgesloten en je kan toch je topcuvée ook onder schroefdop zo een glaasje nu en dan van drinken. Zo, dit is lekker. Heb je dus nog geen kerstcadeaus gevonden? En weet je dat jouw vriend, vriendin zo'n Coravin heeft? Dan is de aerator of de screwcap een heel leuk kerstcadeau. En heb je echt een bijzondere vriend, vriendin, moeder of zuster, koop dan de Coravin, want het is en blijft het mooiste oplossing voor wijnproeven wanneer je niet altijd een eindeloze dorst hebt. Dit was Vinoniek voor deze keer. Ik wens jullie allemaal heel veel succes met het vinden van mooie kerstcadeaus en natuurlijk prachtige kerstdagen toe. Dank jullie wel voor het kijken. Tot ziens. Doei!